Zeker als je ze beter leert kennen. Al weinig. Echt heel weinig. Oh, hier moet ik echt even eerlijk antwoord op geven. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Dies Denkt video. Ik wil er eigenlijk heel erg graag toch morgen op de donderdag weer een extra video plaatsen. Omdat ik dat de laatste weken echt elke keer standvastig heb gedaan. Maar ik heb een hele drukke week gehad. Dus het is nu woensdagmiddag en ik ga kijken of ik hem morgen online kan krijgen. Dus als het zo is, dan zullen jullie nu dat zien. Yay! Dus bij deze, ik heb ook helemaal niks voorbereid. Ik ga nu mijn telefoon erbij pakken. Ik heb er net nog even snel een berichtje uit gegooid om te kijken wat jullie vragen zijn. En ik heb wel besloten om het dit keer een beetje te houden op het gebeuren relaties. En de liefde. En hoe zit dat met jou, Disney? En heb je nog tips? Oftewel, hoe denk jij erover? Ik val maar meteen met de deur in huis en iets waar ik eigenlijk best wel vaak mezelf ook heel erg aan heb geïrriteerd of onzeker van ben geworden. Dus ik denk dat dit ook wel best wel iets herkenbaars is. Wat als je vriend heel droog is op WhatsApp, bijna niet reageert of heel raar, maar in het echt wel super leuk is en zegt dat hij gewoon niet goed is in appen. Maar omdat hij zo slecht communiceert op WhatsApp, is afspreken met hem bijna onmogelijk. Mijn vriend is 22 en is een warhoofd. Die is help. Help. Och. Mannen, realiseer je eens dat WhatsAppen iets heel erg belangrijks is. Of vrouwen, realiseer je eens dat je je gewoon niet serieus moet nemen. Ik ben eerlijk gezegd ook een beetje een moeilijke WhatsApper. Als ik een berichtje stuur, dan kan dat heel kort door de bocht komen. En dan denk je, nou, bedoelt ze dit nou gewoon zo van, nou zo of zo? Het is gewoon moeilijk uit te leggen dat het communicatiegedeelte gewoon maar voor een heel klein gedeelte is wanneer het alleen in geschrift is, oftewel in een berichtje. Je ziet iemands uitdrukking er niet bij. Dus ik zal er inderdaad gewoon echt van uitgaan dat hij dat echt niet zo bedoelt en dat hij echt misschien wel heel erg gek op jou is of het moeilijk vindt om dat via een WhatsApp berichtje te uiten aan jou. Ik weet niet of je al eens hebt geprobeerd om voice berichtjes te sturen. Dan hoor je iemands stem en dan komt het meestal wel iets beter over. Ik denk dat gewoon dit iets heel herkenbaars is. Geloof me, ik heb met Bart in het begin dit echt heel vaak eigenlijk altijd gehad. Ik had het idee dat het hem totaal niks boeide. En als ik dan weer bij hem was, was het hartstikke leuk, gezellig. Maar over de WhatsApp was het echt... Oh. Ik kan me nog herinneren dat zeker in de periode dat hij geen relatie wilde en ik wel. Dat ik bijvoorbeeld moest vliegen. Hè? Dan had ik een vlucht en dan moest mijn telefoon uit. En dan deed ik expres vlak voordat ik ging vliegen even een berichtje eruit gooien van: heb je misschien zin om morgen of overmorgen naar de film te gaan? Bam! Telefoon uit. Het voordeel was dat ik dan moest vliegen. Dus dat ik ook echt een aantal uren, misschien soms wel 10 uren, niet op mijn telefoon kon kijken. Op het moment dat mijn telefoon pas weer aanging na de vlucht, dan pas kreeg ik een reactie van hem. Maar ik had natuurlijk wel het idee bij hem gewekt dat het mij totaal niks boeide. Want ik had hem gevraagd om iets te gaan doen samen, maar vervolgens kijk ik helemaal niet wat zijn reactie is. Maar dit is een beetje een spelletje en ik weet niet of ik dit echt als advies zou willen geven aan anderen, want eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo goed. Eigenlijk zou je gewoon je gevoel moeten volgen en gewoon moeten kunnen zeggen wat je vindt en wilt en niet een spelletje ervan maken van: oh, nu ga ik niet reageren of nu ga ik wachten. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens van: verander niet in een manische stalker. Natuurlijk wil je het liefste meteen weten wat hij vindt, meteen weten of hij wil afspreken, meteen weten wanneer je elkaar weer ziet. Maar het is nou gewoon een beetje freaky om gewoon 10 berichten achter elkaar te sturen. En zeker wanneer iemand niet meteen reageert. Want realiseer je wel, natuurlijk heeft hij altijd zijn telefoon bij zich. En misschien heeft hij wel het berichtje gelezen. Maar het is gewoon niet altijd mogelijk om direct te reageren. Ik heb ook heel erg vaak mensen die me een berichtje sturen. En dat ik gewoon later denk van: oh, helemaal niks meer teruggestuurd. Maar dat wil helemaal niet betekenen dat deze mensen niks voor mij betekenen. Dat betekent gewoon dat ik op dat moment met mijn hoofd even ergens anders mee bezig was. En op een of andere manier, ja, verdwijnt het dan.
Wow, wat denk ik van een open relatie? Wow, ik vind sowieso dat iedereen moet doen en laten wat hij zelf wil. Echt voor iedereen geen woord. Want echt waar, ik vind het juist leuk dat er allerlei verschillende soorten mensen zijn. Ik zou het toch echt super saai zijn als iedereen hetzelfde zou denken over iets. En dat iedereen maar gewoon in hetzelfde hokje zou zitten. Dat zitten we al best wel veel. Dus mensen die buiten dat hokje gaan, halleluja, fijn dat jullie er zijn. Open relaties zou echt niks voor mij zijn. Ik vind gewoon dat je echt, je bent een team. Zeker wanneer je een gezin hebt. In mijn beleving ben je echt een team. Doe je alles samen. En het zou ik echt verschrikkelijk vinden als ik gewoon zou denken van, nou, Bart die zal nu ergens anders bij iemand in bed liggen of zo. Nee. Nee, dit zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ik kan het ook echt niet inbeelden hoe dat zou zijn. Misschien moet je het over 10 jaar nog een keer aan me vragen. Maar nee, ik denk het niet hoor. Flirten. Hoe ver mag flirten gaan in mijn relatie? Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Flirten mag namelijk best wel... Nee, eigenlijk niet. Je moet het anders noemen. Let op. Je mag een goed, leuk gesprek hebben met iemand. Alleen, het is zo jammer dat wanneer ik enthousiast ben in een gesprek, dat het vaak geïnterpreteerd kan worden als flirten. Flirten op zich is natuurlijk ook helemaal niet erg. Alleen, ik had het dan niet altijd zo bedoeld. Waarom ik flirten niet erg vind, is omdat flirten eigenlijk iets gezonds is. Het is goed voor je zelfvertrouwen. Het is fijn om te horen en te weten dat mensen jou leuk, ja, een leuk persoon vinden. En om dat te merken, daar is helemaal niks mis mee. Als Bart uit is geweest en hij komt thuis, dan zeg ik wel eens voor de gein de volgende dag van, en nog leuke vrouwen tegengekomen. En dan zegt hij van, nou, die kwam naar me toe om te vragen of ik een vriendin had. En dat vindt hij gewoon wel leuk. Dat is gewoon de waarheid. Dat vindt hij leuk om mee te maken. Ik denk dat iedereen dat wel leuk vindt. En hoe ver dat gaat is natuurlijk wel... Ja, er is een grens, hè. Je kunt natuurlijk geen dingen zeggen als... ik noem maar wat. Dan hoorde ik laatst iemand zeggen van, nou, als ik geen relatie zou hebben gehad, had ik het wel geweten. Nee. Dat is echt... Way... Dat kan niet. Dat kan echt niet. Sowieso hoor je er niet zo over te denken. Maar het zeggen, dat vind ik helemaal erg. Hoe komt het dat ik vrijgezel blijf? Ik heb mijn leven op orde. Ik date regelmatig, maar altijd. Ja, dit is echt zoiets wat ik zoveel tegenkom. Ik ben 33 en alle vriendinnen, nou ja, vriendinnen kennen ze om me heen. Rond die leeftijd, die nog geen vriend hebben, die vragen dit zichzelf af. Ik denk dat het ook wel heel erg goed is om ten eerste te kijken naar het eisenpakketje. Ik denk naarmate je ouder wordt, hoe groter eigenlijk dat eisenpakketje wordt. En het is helemaal niet zo gek, want je neemt natuurlijk alle ervaringen en alle dingen die je tegen bent gekomen in relaties, scharrels, weet ik veel wat, neem je mee. En dan heb je bedacht van, nou, zo wil ik het niet. En ja, hoe langer deze periode is geweest, hoe meer je hebt meegemaakt, hoe langer dit lijstje wordt. Dus op een gegeven moment is het gewoon steeds lastiger om die persoon tegen te komen. Maar geloof mij, mannen hebben precies hetzelfde. Voor mannen is het ook heel erg lastig om dan op een gegeven moment nog tussen al die eisen, zeg maar, die vrouw te vinden die ze zoeken. En voor vrouwen is het hetzelfde met mannen. Het ligt niet altijd aan dat je zelf alles op orde hebt of voor elkaar hebt. Je moet ook natuurlijk gewoon de persoon tegenkomen. Hoe je dat doet is heel erg lastig. Ik ben zelf een beetje van de oldschool stempel door uitgaan. Maar ik hoor tegenwoordig steeds meer verhalen natuurlijk ook van Tinder enzovoort. I don't know, echt serieus. Het is zo lastig. Ik denk dat je meer kans hebt om een leuke persoon tegen te komen in de sferen van dagelijkse... Wanneer iemand bijvoorbeeld op je werk tegenkomt of in iets anders waarbij je gewoon in je dagelijkse ding bent. Of met uitgaan omdat je meteen iemand face-to-face hebt leren kennen. Maar met dates of blind dates of Tinder, het is toch altijd heel erg moeilijk om een beetje door te hebben hoe iemand is. Dus de tegenslag is eigenlijk vaak heel erg groot. Ja, hoe komt het dat je vrijgezel blijft? Ja, misschien toch gewoon wat vaker in het diepe springen zonder al te veel eisen eraan te hebben. Ik kom zelf best wel weinig ook leuke mannen tegen, dus ik snap het wel een beetje. Ik heb natuurlijk in de periode dat ik heel even vrijgezel was, dat ik bij mijn ex weg was gegaan en dat Bart nog niet serieus was, heb ik ook wel eens een beetje rondgekeken. Maar nee, ik snap jullie. Het is zo lastig. Er zijn zo weinig, echt heel weinig leuke mannen. Ja. Het is dramatisch, I know. Ja, maar ik ben ook al wat ouder, dus misschien dat mijn eisenpakket ook best wel groot was. Een vriendin van mij keurt mijn relatie af en geeft mij het gevoel alsof ik moet kiezen tussen hen. Ha!
Kies maar gewoon lekker voor je relatie hoor. En niet voor die vriendin. Want vriendinnen die een relatie afkeuren, die moeten zich gewoon niet mee bemoeien. In het eerste jaar dat ik met Bart was, wie wil niet weten wat voor commentaar ik heb gehad. Want wij scharrelden. Maar ik vertelde natuurlijk wel erbij hoe ontzettend verliefd ik was. Dus er werd meteen van uitgegaan dat ik werd gebruikt. He's just not that into you. Ja, serieus. Die heb ik heel erg vaak gehoord. Maar weet je wat het is? Ik ben er toch zelf bij op het moment dat wij gezellig samen zijn. Ik maak toch mee hoe het is tussen ons. Ik voel toch wat voor klik wij hebben samen. Ik voel toch dat ik van hem ben gaan houden. Niemand anders is daarbij op dat moment. En niemand kan voelen wat jij voelt. Stel je voor dat jij met deze persoon echt een hele sterke relatie krijgt. En een gezinnetje krijgt. En je weet niet wat allemaal. Dan zijn die vriendinnen helemaal niet zo belangrijk meer. Sommige vriendinnen vallen dan helemaal weg. Echt serieus. Vriendschappen. Ze komen, ze gaan. Althans in mijn leven. En een man of een relatie is er echt voor altijd. Althans, mijn ex was er voor 12 jaar. Bart nu al voor 6 jaar. Ja. Hoe hou ik de relatie tussen mij en Bart goed? Nou, ik denk dus vooral veel samen doen. Dat is echt heel erg belangrijk. Dat je samen dingen meemaakt. Dat maakt de band hecht. Samen dingen doen, dat zorgt echt voor dat gemeenschappelijke gevoel van dat hebben wij samen meegemaakt. En Bart en ik hebben al zo bizar veel samen gedaan. Dat het voor ons ook echt voelt alsof wij echt al 20 jaar samen zijn. Echt van reizen maken tot gekke uitbundige dingen uit als een comfortzone. Comfortzone gaan samen, naar feesten gaan, uitgaan, heel veel gedaan samen, festivals, van alles. Echt alles wat leuk is, uitbundig is en natuurlijk, los van dat, nog je eigen leven. Want voor mij en voor Bart is dat heel belangrijk om een gedeelte van onze vrijheid, en dan bedoel ik niet vrijheid in dingen met anderen doen, maar vrijheid in dat ik bijvoorbeeld 4 dagen alleen op reis ga, naar New York ga. Of vrijheid in dat hij zegt, vandaag blijf ik bij de kinderen en ga jij even lekker met vriendinnen de hort op. Of vrijheid in dat ik thuis blijf en dat hij lekker met zijn vrienden even de hort op gaat. Want je hoeft natuurlijk niet altijd alles samen te doen. Soms heb ik wel zoiets van, yep, even uit elkaar, even lekker je eigen ding doen. Ja. Geloof ik erin dat er voor iedereen op deze aardbol een ware rondloopt? Op elk potje past een dekseltje, zeggen ze toch? Ik geloof daar wel in, ja. Ik denk wel dat dat zo is. Alleen ik denk dat je niet te lang moet blijven wachten op dat dekseltje. Ik denk dat je gewoon wel echt op een gegeven moment moet denken van, weet je, deze persoon is leuk. En geloof me, elke persoon heeft ook weer dingen die minder leuk zijn. Die hou je echt overal. Zeker als je ze beter leert kennen. Ja. Denk ik wel eens over een andere man na? Als het dan was, zou ik het denk ik niet zeggen hier zo in deze video. Het zou wel heel awkward zijn. Nee joh. Nee, ik denk niet echt over een andere man na. Sowieso denk ik dat Bart en ik allebei een beetje de mazzel hebben. Dat we totaal niet snel verliefd worden op iemand. Bart heeft serieus heel, heel... Bart is echt zo'n ja... semi-nonchalant Casanova / player. Zo mag niemand hem noemen. Want dat schijnt hij niet geweest te zijn. Maar believe me, dat is hij wel geweest. Ik zal je krijgen, mannetje. Het enige leuke voordeel daarvan is, en dat is ook echt het enige, want ik hoef het echt niet te weten allemaal, is dat hij ze blijkbaar allemaal niet leuk genoeg, of zij hem niet, vonden. Voor een relatie dus. Hey, maakt mij dan wel weer speciaal, hè? Maar waar ging het ook weer over? Ging het daarover? Ik weet het niet eens meer. Denk ik ook wel eens over een andere man, ja. Oh ja. Nee. Oh, eigenlijk is het antwoord ja. Ja, eigenlijk. Oh, hier moet ik echt even eerlijk antwoord op geven. Ja, er is wel een man in mijn leven waar ik wel echt... Ja, ja. Ja, er is wel een man in mijn leven waar ik over nadenk. Ja, veel, heel veel over nadenk. En dat is Jax! Ik denk niet dat het heel normaal zou zijn dat ik nu met een andere man in mijn hoofd zou zitten. Het zou echt vet freaky zijn. Wat moet je doen als je een jongen leuk vindt, maar je durft hem niet te vragen? Ja. Ga eens iets samen doen en... Als je dan iets samen doet, dan hoef je dat niet per se zo te zeggen, toch? Je kunt natuurlijk op heel veel manieren al laten merken of je iemand leuk vindt. Je kunt naar hem lachen en je kunt naar hem kijken. En je kunt lieve, leuke opmerkingen maken. Je kan hem gewoon een beetje complimentjes geven. Soms helpt het al heel erg om bijvoorbeeld naar een man te luisteren. Door bijvoorbeeld hem gewoon zijn verhaal te laten vertellen aan jou en te luisteren. En als je dan ook nog
iets terugvertelt over wat hij heeft verteld, dus je bevestigt dat je hebt geluisterd, dan vinden ze dat helemaal interessant, want dan heb je geluisterd. Dat doen vrouwen namelijk niet vaak, hè? Vrouwen vertellen vaak dingen. Maar luisteren doen ze niet zo vaak, dus daar heb je eigenlijk al een heel groot gedeelte in de pocket. Ik denk dat ik wel echt genoeg vragen heb beantwoord. Hartstikke bedankt voor het kijken weer naar deze Dies Denkt. Stel alsjeblieft weer nieuwe vragen. Stuur me een berichtje via Insta als je iets wilt weten. Volgende keer gaan we het weer over wat anders dan relaties hebben. Als je nog wel relatieachtige dingetjes wilt bespreken, laat ze weten in de comments hieronder. En dan zie ik je op een andere donderdag weer met een nieuwe Dies Denkt. Dankjewel. Ciao!